De Nederlandse justitie looft 10.000 euro uit voor een man die u kan helpen vinden. Het gaat om de Nederlandse crimineel Sherwin Benjamin Winster. Hij is 27 jaar oud, heeft een bruine huid en spreekt Nederlands. De man was geïnterneerd in een instelling in Nijmegen. Daar zat hij een straf uit voor onder meer een gewapende overval waarbij een slachtoffer om het leven kwam. Maar in juni van dit jaar kon hij samen met een compaan uit de instelling ontsnappen. En sindsdien is hij op de vlucht. Gerry van Loek is diensthoofd van het FAST van de federale politie dat voortvluchtige criminelen opspoort. Hij en zijn team voeren het onderzoek in België. Het FAST Nederland heeft ons om actieve ondersteuning gevraagd, omdat uit onderzoeksresultaten blijkt dat de man mogelijk in België verblijft, dan wel verbleven heeft, of door België is gereisd op weg naar een andere bestemming, want momenteel is zijn schuilplaats onbekend. Daarom wordt de man ook op de Europe's Most Wanted lijst geplaatst. Wat kan u vertellen over deze man? Wel, de man is 27 jaar oud, 1,74 meter groot. Wat de mensen kan opvallen is dat hij twee gouden tanden heeft. Hij heeft ook een tatoeage op zijn borst. Daarnaast is de foto die wordt getoond eentje van vlak voor zijn ontvluchting. En mogelijk heeft hij ondertussen zijn uiterlijk gewijzigd, hè, of vermomt hij zich op enige andere manier. Op welke manier kan de kijker helpen? Wel, de kijker kan ons helpen door ons concrete informatie te bezorgen waaruit blijkt dat de voortvluchtige in België heeft verbleven of zelfs zijn huidige verblijfplaats meedelen, dan wel waar ook dat zij hem hebben opgemerkt. Voor al deze informatie kunnen zij de politie contacteren. De Nederlandse justitie looft 10.000 euro beloning uit, maar het moet wel degelijk om de gouden tip gaan. Ja, het gaat om de tip die tot de daadwerkelijke arrestatie van de man in kwestie zal leiden. Met al uw tips kan u terecht bij de Belgische federale politie op het gratis nummer 0800 30 300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.